Ik heb geen moeite met werken, echt niet. Maar ik heb wel moeite met mensen die werken met een dubbele agenda. En ik wil zo lang meegaan tot u mij het gevoel geeft of mij gewoon zegt, eigenlijk wil ik jou weg. Dus al die tijd die we staan aan de man, dat ben je. Hoe ze dat konden, vouwen chant, vouwen pas, vouwen meter. Die mannen zitten met één agenda daar. Bouterse moet weg. We Bouterse, nee, go weg, next. A volk moet bijjaar. En if you want demonstreren, dan gaan we dus maar straten. En dat in een hal een tiende, in een hal een tiende, voor woman, zijn dit op de eerste plaats in Paramaribo, in een hal een tiende, dat eigenlijk ben je een grappenmaker. En je kan elke dag, elke vrijdag daar gaan staan, boter ze moet weg, we zijn moe, je mag tangen bordje, je bent moe, if je moe, geen probleem met Surinamer, ga slapen. Je weet niet, was niet. En wat was hij moe? Wat loop ik mijn loon dat mij als aan de wandel, was hij moe? Ga slapen. Dus wanneer kleine partijen, zoals pa, mensen met 600 stemmen en 200, eigenlijk willen ze regering naar huis. En also, wie is Ibo Poteler de regering? Sando Mandu. Heb je leven lang niet gewerkt? In haar verstand. De actie die zo doet, Abom Minowani. Dat mag. Ik wil niet. Heb je iets anders aan om je rokken? Je wordt moe uit mijn leeftijd blijven zitten, maar je wordt moe van die gasten. Sommige mensen maken gewoon misbruik van het feit dat ze onvoorstelbaar stom zijn. Dus met dat ik ben, heeft dat mijn bedoeling? We gaan Bouterse weghalen, vergeten, want Bouterse gaat nergens. En volk wordt bij jou. En als je niet brengt me, André, dat je morgen volk naar Gadopotuja. Dat André, dat je naar Gadopotuja. Dat je groeien aan Gadopotuja. Maskers zijn gevallen. Plotseling op een blauwe dag hoor ik dat in het Chandigra heeft een plan. Geen probleem. Neem je plan. Breng je plan naar SER, liever je plan in bij DNA en geloof me Chandrika, als je plan beter is, vraag ik de regering om jouw plan uit te voeren. Maar ik kan u nu zeggen, het is BS. Het zijn slagen in de wind. Het zijn slagen die je zomaar doet. We zijn bij IMF. Gedwongen door de omstandigheden, wij zijn geen IMF mensen, maar gedwongen door de omstandigheden. We hebben geen middelen, gaan we naar IMF. Plotseling heb je 4 miljard. Plotseling ja, 4,5 miljard. Maar als je 4,5 miljard hebt, breng het naar de regering met jou een behoorlijke financiële arrangement maken. Maar kom niet wanneer we één dag voor de IMF ondertekening zijn, komen we uitleggen, ik heb 4 miljard. Is dat geen 5? Ik dacht dat het 12 miljard was. Kriebelmakers.